Hij is leeg. Onze grote collegezaal. Waardeloze geluidsinstallatie. Al jaren, al een kwart eeuw. Klachten, nooit wat geholpen. Dus ik hoop voor mijn opvolgers, misschien kan er ooit iets aan gedaan worden. Het antwoord is in de spot no. Er is geen stoel. Het is een spotje van een anti-Obama groep uiteraard. En interessant is het verhaal dat hij niet ervaring heeft. En dat hij... Maarten Verros, goedemiddag. Ja. Tweede deel. Ja. Nog even wachten. Ik word in alle haast naar beneden gedirigeerd. En dan ben ik niet welkom. Hij is terug van nooit weg geweest. De vleesgeworden meest onvermijdelijke tv-deskundige van het land. Al meer dan 20 jaar. Hier vanuit de studio informatie bij de beelden van de historicus en Amerikanist, dat zeg ik goed, Maarten van Rossum van de Universiteit van Utrecht. Welkom meneer van Rossum. En Mrs. Reagan. Een raar vogeltje, hè, die mevrouw Reagan. Onvoorspelbaar. Relativerend. Ook als het mensen zichtbaar irriteert. Hij houdt erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. U zit mij steeds te beschuldigen van relativerende opmerkingen. U doet daar wat beïnvloed over, maar ik kan mij voorstellen dat als je als belastingbetaler, in Amerika trouwens in Nederland ook. Bijzonder hoogleraar, in alle opzichten. Omdat hij met pensioen gaat, worden de colleges schaars. Maar ze hangen nog altijd massaal aan zijn lippen. En als er ergens tuig woont, dan in Texas. U weet dat Texas ooit een zelfstandige republiek is geweest. U weet het, waarschijnlijk niet. Als u het wel had geweten, had ik het u niet hoeven te vertellen, natuurlijk. Maar Texas is er anderhalf jaar een zelfstandig. Er zit in mijn media optreden zit wel een soort golfbeweging. En een soort vierjarige frequentie. Dat neemt dan geleidelijk toe. En dan komt het geraakt dat tot een hoogtepunt. En dan wordt het dus duidelijk weer minder. Ja. Is dat eten hier beter geworden? Nee? Het eten is heel lekker. Ja? Dat is echt verschrikkelijk. Vroeger was het een ramp, maar het is echt goed. Kijk maar even naar de kaart. Je hebt iets gemist daar. Een deskundige is een spotgoekoop iemand die met een taxi wordt aangevoerd door uit heer Hugo Waard. En dan vertelt wat hij die middag in de krant heeft gelezen en dan wordt hij weer teruggereden. Dan een correspondent daar, ja. Dat kost satelliettijd en... Het is wel heel bescheiden. Nou, zo zie ik het eigenlijk. Om naar Philip Frederiks voor 4 ton naar Washington te sturen. Terwijl ik zou zeggen, als je lang had moeten zoeken naar iemand die er vrij weinig van af weet, dan was je misschien inderdaad bij Philip Frederiks terechtgekomen. Wordt allemaal opgenomen, dus. U krijgt dan na de pauze beleggingsadvies. Wat ik ook kort kan samenvatten, hoor. Ik had toch een vraag. Wat is een Amerika-deskundige eigenlijk? Nou, dat is gewoon flauwekul, een Amerika-deskundige. Want u begrijpt wel, stel je voor dat ik zou zijn aangekondigd hier als Europa-deskundige. Dan zou iedereen hebben gezegd, wat een onzin, die bestaan toch helemaal niet. Hoe kun je nou van heel Europa iets afweten? Wat ik in het openbaar zeg, komt gewoon op. Ja, dat is wonderbaarlijk, maar het is net als... Ik hoef er ook niks voor te doen. Het is net alsof er een soort autocue begint te draaien waarop de tekst verschijnt die ik dan vervolgens uitspreek. En wie die tekst verzint, God mag het weten. En toch praat hij hier onvermoeibaar verder. Maarten van Rossum. Ik zou ook denken als ik gelovig was geweest, dan was ik dolgraag dominee geweest. Abortusvraagstuk is een belangrijk vraagstuk. Daar gaat Obama een belangrijke rol gespeeld hebben. Laat me nou eens even uitpraten. Nee, ik heb jou ook nog niet in de reden gevallen. Nee, maar ik maak mijn onderwerp af als het mag. even stil zijn, meneer Van Rossum. Dat lukt afhankelijk van de leider van dit gesprek. Dit flitste er net nog ruimschoots voorbij op die schermen daarachter, de voortreffelijke gespreksleiders. Namelijk dat de economie een alles dominerende rol heeft gespeeld. Nu. Met name in de laatste 4 weken.
Mag ik even? Nu. Ja, u bent benieuwd, ja. U zit te kloppen alsof ik de deur dicht gedaan heb. Helemaal niet. Ik begrijp dat u enorm geïrriteerd raakt, maar daar zit ik helemaal niet mee. Is het een spel? Ik zie het wel als een spel, ja. In elk geval niet kwalijk dat ik af en toe even... Helemaal niet, dat is toch een... Ik zie dat als een amusant spel. Ja, precies. Een beetje, hè? Je moet het toch een beetje... Het moet ook een beetje leuk zijn, toch? Voor de kijkers. Maak er wat moois van. Ja, ik ga het proberen. Wonderlijk genoeg is dat vaak een effect wat je bereikt met mensen niet al te aardig te bejegen, is dat ze tegen jou ontzettend aardig zijn. Dat is eigenlijk, je begrijpt wel een beetje hoe dat zit, maar zo werkt het vaak. Ben je ook klaar voor vanavond? Ja. Ik had twee mensen meegenomen met de taxi heen en die ga ik nu opzoeken, ja. Ik hoop dat ze weg willen namelijk. Dat geloof ik verder wel. Kijk, Obama 40%. Nee. Kentucky, maar goed, dat gaat ik niet toch niet winnen. Dus dat geen probleem. Ja, veel sterker vanavond. Another key area college campus is huge. Barack Obama, South Bend, Indiana. We know it is there, the University of Indiana. Ja, dat is. Maar als die Virginia wint en Pennsylvania, dan kunt u rustig naar huis. Nee, ik niet. Ik heb bijna. Ga even op zoek als je een. Als we het zien, als we Melvin zien. Hij heeft het een beetje naar uw zin. Dus voor mij, op mijn leeftijd, is het veel te vol, veel te warm en veel te luidruchtig. Echt op een beangstigende soort van manier. Dat je als bejaarde je een beetje in. Denk, waar moet dit eindigen? Hè? Daar gaan we. We gaan de taxi bellen. Wat dacht je daar? Amerika kiest. Een nieuwsoverzicht. Maria, we have big breaking news right now. Pennsylvania 21 electoral votes is going into the column of Barack Obama. That is a body blow to John McCain. Het werd een grote klap voor McCain. Die had al zijn kaarten gezet op het winnen van deze staat in zijn 21 kiezen. Barack Obama, de nieuwe president van Amerika. De overwinning van Obama is ruim. Hij staat nu op 349 kiesmannen. History right there. History being made right now. This is history in the making. We are living it. Yesterday, McCain had a campaign plane, tons of press following him, Secret Service. This morning, he and his wife made a Starbucks run all by themselves. This defining moment, change has come to America. Ik had toen natuurlijk, ik ben om 4:15, 4:30 naar bed gegaan. En toen was volstrekt duidelijk dat Obama het zou worden. Wel wat onzekerheden, maar dat hij het zou worden, dat bestond geen enkele twijfel over. En dat deed mij toch wel onbeschrijfelijk veel genoegen. Terug naar de universiteit, in zijn eigen Utrecht. Hier begon Van Rossum als schuchter studentje. En groeide hij uit tot markant historicus. Maar nu hij 65 is geworden, moet hij met pensioen. Tegen zijn zin. Hé, hey Maarten. Hey. Ja, tot voor. In beeld komen. Jawel, waarom niet? Je mag ook in beeld. Dit is... Oké, ik stap in op zee. Dit is mijn leven. Oh, echt waar? Ja. Nou, daar hoor ik ook bij. Dus ja, kan daarom. Waarom? Ja. Maar waar ben je over aan het vertellen nu? Nou, ik moet niet even zeggen dat je ooit bij mij in een werkgroepje hebt gezeten en dat je vervolgens professor bent geworden. Zoals eigenlijk bijna iedereen die in mijn werkgroep heeft gezeten professor is geworden. Ja. Toch? We hebben denk ik een beetje gebrek aan markante persoonlijkheden op de universiteit. En over Maarten kan je van alles zeggen, maar dat is in ieder geval... Volgens mij was je gisteren aan het opwinden, of verlies ik me daarin? Nee, ik vond het zelf een leuk debatje met die christelijke man met dat valse gebit. En dat begon van het geluk om uit te zwijgen. Precies. Alles was vals aan hem, dat is mijn stelletje.
Dit is mijn kamer. Nou ja, niet meer. Hé, Jeroen. Je moet even... Hé, er is een plant verschenen. Kijk, ik ben nog niet weg of er staan twee malotige planten. Hoe gaat dit ook weer? Ik kan de lamp niet eens aankrijgen. Nou ja. Ja, daar gaat hij. Zo. Kijk, dit is eigenlijk mijn bureau, maar niet meer. Hier zit nu iemand anders en al die spulletjes die hier zichtbaar zijn, zijn van iemand anders. Dit was het laatste station. Maar ik vond dat bureau al niks. Hè. Het is zo'n fancy, modern bureau met zo'n... Voordat je een dikke buik krijgt, hebben ze vast een gat ingezaagd. Het gaat mij meer om het college geven zelf dan om de zaal of de plek. Dat kan me eigenlijk niet veel schelen. Maar om op je 65ste of een week na je 65ste Dat blijft eigenaardig, ja. Ik ben er ook erg voor dat we wetgeving krijgen waar iedereen van kan profiteren. Dat je wat langer door kunt als je dat wil. Maar ik ben officieel met pensioen. Ik ben bejaard. Ik heb zelf een bejaardenbuskaart. Wil je dat zien? Ja, dat was leuk. Ja. Dat heb ik mijn leven nog nooit bereikt. Ja. Ik kan niet vertellen hoe ik daar gekomen ben, maar het is toch een mijlpaal. Hoe is dat ding nou? Je moet niet te veel nadenken van tevoren over dingen. In zeer algemene zin. Ik ga niet zeggen dat het jammer is dat hij gewonnen heeft. Nee. Maar voor de rest weet ik het niet. Hallo, ja, Maarten van Rossum. Ja. Moeten wij er al gaan zitten of niet? Er is een incidentje ooit geweest. Dat was op een soort receptie. En er kwam een bekende Leidse hoogleraar. Die kwam op mij aflopen. En die zei met een schitterend gespeeld dédain, ik bedoel, Ko van Dijk had het hem niet na kunnen doen, zei hij, ach, de mediaprofessor. En daar was ik toch wel even licht door aangeslagen, ja. Vooral het dédain, ja. Ik had ook niet zo gauw een reprise van... Maar ja, aan de andere kant, wat maakt het uit, hè? We improviseren nog een beetje op los, maar dit is wat we allemaal hebben voorbereid. En ik denk dat het erg... Ja, spannend wordt. Dit zijn heren van formaat die hun mondje kunnen roeren. Dus ik denk dat u mij heel weinig hoort en heel veel de gasten. Dat is wel een goed unieke spannend. Uitzending worden. Okay. On my way, yeah. As soon as I easily slip into another dress that you decided where I'm going to on my way. Yeah. Ik vind altijd die luiden die dan zo oehoe bij doen, dat vind ik altijd het leukste eigenlijk. Hè? Zou ik ook wel willen doen. Hoe komt het dan toch dat die mensen zijn verliefd op Obama, maar ze nemen geen kennis van zijn standpunt? Ik vind het een voortreffelijke, buitengewone politicus. Ja, De VVD zou gelukkig zijn als ze zo'n politicus zijn. Arend Jan kan zich niet voorstellen dat het 80-90% van de Nederlanders... Ik zal even punt maken. Ik hou het erop dat Arend Jan is ook voor Obama. Dat is toch gewoon flauw. Het was niet krachtig genoeg. Nee. Ze voelde hoe hij... Hij zocht naar... Wat was er? Arend Jan verbaalde. Ja. Nee, hij is ook voor Obama. Je kunt veel beter voor het liberalisme gaan. Maar we hebben zoveel slechte, domme fouten gemaakt. Ik ben daar heel openhartig over. We hebben eigenlijk alles fout gedaan wat je fout kan doen. Hè? En dat betekent nu wel dat Alexander Pechtold is zo goed... En heeft zo dat ook... Hij doet dat goed. Hij doet het fantastisch. Fantastisch. Dat gaat ook om het praktische beleid. Wat dat betreft is Rutte een beetje het hoofd in de wolken en zo. Geen idee. Dat is schokkend hoor. Rita hebben we eruit gelazen. Dat was moeilijk genoeg maar. Maar dat is wel terecht dat het gebeurd is. Erg leuk. Ja? Goed zo. Volgens mij is Arend Jan ook gewoon voor Obama, toch? Denk ik ook. Maar zo sterk kwam hij niet over. Het effect van daar heb je hem weer... Bent u daar bang voor? Dat is vrij karakteristiek weer voor dat probleem van de mode in de media. Op dat moment dat dat effect ontstaat, ontstaat het ook bij de tv-redacties. Dus dan zegt een van de redacteuren, weet je wat, we vragen Van Rossum. En dan zeggen al die anderen, hé nee,
Hè, nee, niet, daar heb je hem weer. En dan, nou ja, dat betekent dat je weer een paar maanden rustig thuis kunt zitten. Merci. Daar. Waar je natuurlijk een beetje bang voor bent, is dat je dat effect krijgt dat wat je ook doet en wat je ook moppert en wat voor standpunten je ook hebt, dat iedereen je zo'n lieve bejaarde vindt, hè, die fijn met zo'n rollatertje rondploegt. Nou ja, dat je een soort volksheld wordt. Dat is het wel het laatste wat ik in deze wereld ambieer. Dat iedereen je omarmt, of het nu links is of rechts, of het kan niet verdommen wie het is. Dat zou ik absoluut niet willen.